Ja, oh. Oh. Oké. Okay. Werkt het? Ja, ja, want bij mij zijn het inderdaad de hardcore hartjes. Ja, en nu moeten we echt heel voorzichtig doen. Oké, okay. Snel, we moeten een intro doen. Oh ja. Oké. Okay. Dit is onze eerste keer, dus dit gaat sowieso niet goed komen. Dan weten jullie het alvast. Zijn we al begonnen? Oh, oké. Okay. Ja, oké, okay, goed. Hallo, welkom bij een Minecraft Let's Play video met Kirsten en mij. Ik ben Douglas, dat is dus Kirsten. Ja. En wij spelen een hardcore wereld met z'n tweeën. We hebben dit nog nooit gedaan. Dat hebben we nog nooit gedaan. En het is ook echt nog maar net gelukt, na echt een half uur proberen. Of iets anders. Zij heeft een andere texture pack dan mij. Dat is misschien makkelijk en dan kun je zien wie is. Ja. Ik heb gewoon een mooiere. Ik heb de standard texture pack, want ik ben super saai. Ik heb een veel mooiere, want ik hou van fancy. Oké, maar goed, wat hardcore mode dus inhoudt, is dat als we doodgaan, dan is het voorbij. En ik weet niet wat er gebeurt als jij doodgaat. Jij bent degene die de server houdt, dus misschien ga jij dan echt helemaal dood. Ja. Of houdt de wereld dan op? Dat zien we vanzelf. Dat zien we vanzelf wel. Maar het idee is dus niet doodgaan. Ja. Oké. Okay. Oké, ik ga hout hakken. Ik ga die kip slaan. Ik ga hout slaan. Ik heb die kip, ik heb hem. Nee, hij rent weg! Hij rent weg! Oh, ren erachteraan! Ach, ik hoop dat het niet zo laggy is als dat voor mij. Nee, die voor mij is niet laggy. Voor mij een beetje. Oké, ik heb bijna 5 hout. Oh, ik begin pas net. Nu 6. Bijna 6, nu 6. Oh, ik ga zo weinig risico's nemen. Echt, hè? Ja, wat ik hoop is... Ik heb een crafting table. Ah, nice. Wat ik hoop is dat het echt super, zeg maar, super spannend wordt. Dat als we worden aangevallen, dat het dan ook echt... Weet je, als het niet zo is van... Oh, we respawnen zo meteen toch wel weer, weet je wel. Maar dat het ook gewoon echt het einde kan betekenen. Inderdaad. Oh. Ik ben niet allemaal bezig. Zo. Oh, we hadden het hiervoor getest. Alleen toen was het niet in hardcore. En toen hebben we dus gewoon een beetje gespeeld. En we gingen zo vaak dood. Inderdaad. Dat ging echt niet goed. Ik heb bijna een tweede boom. Ik hoop dat het nu wel beter gaat. Maar ik weet wel, is dit de plek waar we ons huis willen hebben? Het is zo... Nee. Het is zo plat. We kunnen even gaan lopen. Heb je iets van eten of iets dergelijks? Nee, ik heb helemaal niks. Oké. Okay. Volgens mij zie ik een kip. Oh nee, dat is hout. Laat maar. Ik zag voor dat ze daar heen gaan. Wacht, heb je nog... Had je die crafting table nog? Oh, ja. Mag ik ook tools maken? Ja. Cool. Pak hem! Nee. Oh, dat is het ding. Oh, we kunnen niet verhongeren. We kunnen echt helemaal niks. Okay, die is handig. Ik heb vlees. Ik heb 4. Oh, natuurlijk heb ik 4. Zo. En die is misschien wel handig. Oh, fuck. Ik doe alles fout. Ik ben zo zenuwachtig! Zo. Straks ga ik dood. Nee joh. Komt wel goed. Verder niks. Okay. Ik neem de crafting table wel mee. Bij. Dat is oké. Okay. Oh shit. We hebben het allemaal gedaan. Okay. Ik ging even gauw wat iron pakken. Of stone bedoel ik. Alright. Dat is op zich geen slecht idee. Kunnen we een iron of stone pickaxe maken en zo? Ja, precies. Maar als we even doorgaan, dan kunnen we ook gelijk een furnace maken voor ons kip. Dat is weer wat anders. Ja, dat moet je hebben. Oké. Okay. Beter maken we ook straks armor. Ja, precies. Maar dan moeten we kunnen armor alleen maar met steen gebruiken. Dat kan niet met, met steen. Hoi! Oké, cool. En... dat is handig. En... waarom deed ik dit niet meteen? Want nu heb ik gewoon echt een houten zwaard voor no reason. Wow. En een houten bijl voor no reason. Nee. Ja, het is wel handig op zich. Ja, vast kapot gaan. Dan heb ik tenminste nog iets. Ah, ik kom net een cobblestone tekort. Heb je eentje voor mij? Heb je eentje? Ja. Hier, 3. Oh, goed.
No. Nee. And get my furnace. Nice. Alright. Waar gaan we naartoe? Ik zeg daarheen. Oké. Okay. Is het jouw goede gevoel voor richting? Ja, voor zover ik die heb. Awesome. Nu hopen dat we wat interessants heen komen. Reeds. Hierheen. Oh. Goed bezig. Hi. Hoi. Joh, bloemen. Oeh. Nou, kip. Ik zie kip. Awesome. En een ei. En een ei, yes. Oh, niet lang meer en dan kunnen we een taart maken. Yes. Waar gaan we toe? Wacht, ik zet heel even... Hoe ver staat mijn... Oh, mijn render distance staat een tikje hoog. Zo. Ja, dit is beter. Beter dan net, anyway. Ja, we hebben tussendoor natuurlijk allerlei andere dingen gaan doen. Hoe vind je mijn skin? Is schattig, hè? Je bent Link, toch? Ja, met een vossengezicht. Oké. Okay. Hoe vind je... Oh, dat is een foto maken. Dat is natuurlijk... en ik ben Alfred Jodocus Kwak nog steeds. Yeah. Prachtig. Prachtig. Yep. Ik heb bloemen hier. Ik wil een huisje een beetje hoog hebben, maar ik weet dat het een beetje gevaarlijk is. Misschien is dat niet een goed idee. Het is wel veilig. Als we ergens in de... Ja, dan moeten we eigenlijk in de jungle en dan in de bomen een huis maken. Oh ja. Maar ik dacht wel veilig. Maar dan moeten we eerst een jungle vinden. En dat ging de vorige keer ook al zo heel goed. Ja, de vorige keer ging het ook niet goed. Maar de vorige keer hebben we echt uren gezocht tot we op een bepaald moment dachten van... Oeh, er is hier wat. Ja. Ik ga een heel klein risico nemen. Oh, er is iron hier! Oh, er is best wel veel licht. Wacht, ik ga even... Als je daar nou niet voor staat, dan ga ik even toortjes maken. Ik pak de iron. Nou, oppassen, hè. 1 creeper en je bent fucking dood. Oh, sorry, ik zou niet schelden. Goed bezig. Yes! Oké, ik heb 9 iron. Oh, hier is nog meer. En nog meer. Awesome! Oh. Ik heb ook best wel veel coal. Het gaat echt heel hard. Echt heel veel. Dit was een goede plek om even te stoppen. Inderdaad. Eventueel kunnen we hier ook eventjes een avondje slapen als het... Ja. We hebben geen bedden nog. Ik bedoel, het is voor het respawnen niet makkelijk. We moeten schapen vinden. Het is voor het respawnen niet erg, maar... Het is wel handig om het weer licht te maken. Ja, exactly. Want het is toch niet alsof we ons... We kunnen toch onze spawn niet zetten als we hardcore worden. Ja. Tjoep. Oké. Okay. Tjoep. En wat doen we dan als we dood zijn? Dan is deze serie afgelopen of zo. Of iets dergelijks. Hallo, het is mijn eerste Minecraft serie, I don't know. Wat zei je? Net zo lang doorgaan totdat we dood zijn. Ja. Hallo. Oh, wacht. Eerst. Ik durf bijna die cave niet eens in te gaan. Ik ook niet. Oké, beter gaan we er niet in dan. Zodat we ons beter hebben gegeven. Ik heb wel 64 toortjes nu, dus... Oh, nice. We kunnen misschien beter ook op zoek gaan naar schapen. Ja, er is volgens mij ook vrij weinig te doen in deze cave, hoor. Ja, en het wordt donker. Wat gaan we doen? Deze ja, hier even blijven slapen, denk ik. Deze hoe heet het? Deze grot is helemaal, hoe heet het? Helemaal belicht nu. Oké, okay, we kunnen beter denk ik even wat uithouden, zodat we daarin kunnen gaan ofzo. Ja. Oh ja, en wat zei je? Alleen maar toortjes aan de linkerkant, hè? Ja. Ik kwam terug, dus ik heb toen aan de andere linkerkant heb ik okay. Oh. Probeer een kip te plaatsen op de muur. Maar dat lukte niet. Ik bouw even een deur. Oh, daar wou ik mijn kwatten te doen. Oeps. Heb jij een kip? Ik wel even wat verder. Als je nog kip hebt, kan je die er ook nog in doen. Ja, heel erg hoor. Ik bouw even gauw een deur. In dit geval... Oké, ik heb 3 deuren. Oh, daar. Ja, klopt. Ik heb een deur. Ik zie nog geen enge wezens. Ah! 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 Het is zo'n zwarte vlinder. Een vleermuis.
Oh. Zwarte, te veilig. Zwarte vlinder. Ja, doe er ook. doe er ook wat kippen, ja toch ook? Oh ja, hadden we. Misschien. Ik had nog maar één honger, misschien dat ik dat nog niet moet doen. Oh wel. Ik denk dat we wel veilig zijn deze nacht. Ja, inderdaad. Het is alleen als we naar buiten gaan, zit het waarschijnlijk vol met monsters. Ja, precies. Ik denk dat we misschien even beter hier even rond moeten zoeken naar of we weer wat kunnen vinden. Ja, beetje saai dan. Zo. Oh, wacht. Hier heb je de helft van mijn torches. Oh, nice. Dat is altijd handig. Ja, ik denk een beetje stripminen. Ja, we hebben het toch gewoon allemaal nodig. Hoeveel iron had je al? 23. Oh, dat zou ik ook lekker ontsmelten. Ja. Links. Kunnen we armen maken en zo? Yes. En pickaxe natuurlijk. Mm-hmm. Ja, en zwaarden natuurlijk, maar ik wil. Als we nou diamant ineens vinden, niet op dit level, denk ik. Misschien kunnen we beter rechts plaatsen. Ik weet niet wat logisch is. Omdat je rechts bent, zeg maar. Zo. Misschien makkelijker. Ik heb geen idee. Weet je nog vorige keer dat we dit speelden? Dat we ja, dat is rechts. Oké. Okay. Dat we ineens een mijn tegenkwamen. Ja. Toen gingen we wel naar beneden. Moeten we weer naar beneden gaan, denk je? Ja. Nee, cool. We blijven hier niet voor altijd, maar... Het is goed om resources te vinden. En een mijn! Hoe vet zou dat zijn? Heel vet. Als we er weer één vinden. Ik maak wel even een chest. Ja, handig. Ik heb zometeen ben ik om mijn pickaxe heen. Hey, ik hoor water. Dat kan een goed teken zijn. Of niet. Hey. Hoeveel armor heb je voor de full armor? Oh, best wel veel. Ik weet niet precies hoeveel, though. Oh, nice. Zo. Ik heb hier in ieder geval nog weer een hele hoop kool. Oké. Zo. Ik maak in ieder geval een pickaxe. Daar gaat mijn pickaxe. Nee, ik heb die houten nog, dus ik maak de kool in ieder geval even af. Alleen gaat het nu twee keer zo traag. Wacht. Wat? Ik heb een pickaxe voor je. Oh, cool. Ik ben hier. Ik heb jou gegooid. Je hebt me gegooid? Ja. Hij ligt voor je voeten ergens. Als je man die hebt opgepakt. Ik heb een stone pickaxe. Heb je mijn stone? Die. Ja, ik haal het even door elkaar. Maar die heb je al gebruikt. Ik vind het niet erg, maar. Ik kan het opnieuw maken. Sorry. Ik dacht dat je diegene die had gemaakt van iron, dat je die wilde weggeven. Oh, dat kan ik ook best wel doen, hè? Ja, maakt niet uit. Wil je hem hebben? Nee, nog niet. Ja, ik maak sowieso alleen. Waar komt het water vandaan? Links. Ik hoor een zombie. Oh, dat is echt een goed teken. Dat is echt een goed teken! Hier dan. Ja, dat moet ik niet omhoog. Het is hier wel ergens. Is hier wel ergens? Ik weet eigenlijk niet waar ik er naartoe wil. Oh, iron! Haha! Nice. Dat is een goede. Kijk eens. Nou, dat was het. 3 stukjes? Wauw, dat is niet zo heel veel. Nee. Oh, wacht, hier is meer. 4, 5... Waar ben je mij heen aan het bouwen? Nou ja, ik hoor water, dus daar een beetje naartoe. Ik ga hier verder naar beneden, denk ik. Waar is het? Toch. Nee. Wacht. Ja, ik heb mijn oortjes goed in. Haha. Stel je voor dat ik hem verkeerd om had. Hey, er is licht hierboven.
Er is iets. Kijk uit voor de lava. Er is geen lava. Oké. Okay. Ja. Ik wil een trap maken, maar ik maak het eigenlijk alleen telkens moeilijker voor mij. Zo. Ja. Niet. Ik ben helemaal beneden aan het bouwen. Ah. Oh, dit is... Ik heb een tweede uitgang gemaakt. Ik maak er weer... Oh, ik heb een cave gevonden. Oh, vet. Wacht, ik loop naar je toe. Ik loop er even deur. Ik weer dicht. I don't trust it. Waar ben je? Oh, hier. Oh, je bent helemaal hier naar binnen. Ja. Oké. Okay. Er zit een deur, maar ik durf hem niet open te maken. Ik... Dat durf ik wel! Haha, nou mag jij! Volgende ding is jij. Wat? Ik heb de deur opengemaakt. No! Oké. Okay. Ja, nee. Ik ga deze even iets hoger maken, want dit springt in die kant. Oké, ik ben toortjes aan het spammen. Ik kan toortjes opmaken. Dat houdt de monsters toch niet weg. Nee, oh, kut. Ik heb mijn eigen zorgen. Pas op hoor, er is een refrein hier. Ravijn. Refrein? Niet een deel van een liedje. Aan die kant ook. Oh, wow. Wow. Dat het refrein gewoon doorloopt. Ik maak wel even een... Oh. Ik zie nog steeds geen enge monsters. Zouden die er wel zijn? Jawel, jij hoorde een zombie, hè? Ja, ik hoorde een zombie, dus die zijn er sowieso wel. Ik zie nog niets. Ik heb iron gevonden trouwens. Redelijk veel. Oh, nice! Ik ga hier naar beneden, denk ik. Goed. Oké. Okay. En dan druk ik eerst even in de chest. Dat wil niet even, als het dood is, zijn we toch dood. Maar dat maakt niet uit. Dat is misschien een beetje hoor. Ik zal wel die dirt ook weer dichtdoen. Ja. Ik heb weer heel veel kool. Oeh! Ik heb kool en daarachter zit iron. Dat is handig. Nice. Oh! Gewoon een skelet. Ik hoor een spin. Ik hoor en ik heb geen pickaxe meer. Oké, okay, wacht wel. Oh ja, iron kan goed van. Oh, good! Iron duurt zo lang! Oh, echt. Als die eerste vijand ons pakt. Ik ben zo bang als zometeen echt zo'n... Ik heb echt het idee dat ik zometeen echt zo'n pijl in mijn hoofd krijg. Echt, hè? Niets, en dat ik helemaal kapot ga. I feel so vulnerable. Oh ja, misschien moeten we vertellen waar we naartoe willen gaan uiteindelijk hiermee. Oh ja, dat is misschien wel handig. Geen idee. Wauw. Nee, ja, meer van, ja, wel een idee, maar dat moeten we moeten gewoon even... Oh, nog meer. Oh, ik hoorde een mirror! Oh, ik zie een creeper beneden. Oh, en een enderman, maar dat durf ik echt niet. Zou ik hier in te gaan? Oh! Waar ben je helemaal? Ik ben de andere kant op gelopen. Hé, hey, wat heb je een mooie broek aan? Hier. Oh, dankjewel. Wil je meer? Ik ga... Oh! Oh! Ik spring bijna dat refrein in. Doe maar. Ravijn. Oh, daar. Ah! Wat? Er is een zombie en een creeper onder ons. Oh. Daar. En daar is ook die... Die skelet dat ik hoorde, denk ik. Ik ga zo meteen terug, denk ik, om even mijn items... Er zit een skelet hier! Ja, waar? Hier, go. Wat voor zwaard? Heb je iron zwaard? Ja? Ja, dat wel. Waar zit hij? Waar zit hij? Schijt in mijn broek, hij zit hier. Is player versus player aan? Geen idee. Oh, hij zag me. Hij zit daarin. Oh ja. Hij schiet op mij! Hij kan niet raken. Ah, hij is dood! Yes.
experience ligt daar. Daar. Oh, 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 daar beneden. Daar ga ik! Oh my god! Oh. We doen er dus lava naar beneden! Neem niet zoveel risico's! Tearing. Oké, maar ik ga die experience wel pakken, want er is ook nog meer iron en lapis lazuli en zo. Niet dat super nut. Oké, nevermind, dat was jij niet, hè? Weet niet, ik deed een blokje dus toen. Ik hoorde een pijl, ik ben weg. Volgens mij deed ik dat hoor. Of dat bungelen als er een pijl is. Nee, volgens mij deed ik dat. Echt? Ik hoorde echt een pijl dan. Ja, dat komt omdat ik een blokje deed. Oh, ja. Ja. Ja, dat is logisch. Oké, ik ga even weg naar beneden proberen te bouwen. Hier zeg! Oh my god! Hoe deed je dat? Niet meer doen! Oh, ik schrik vooraf. Ik heb het blokje weg, dus ik flikker hier naar beneden. Nou, deed je dat dan ook? Je moet nooit onder jezelf. Wacht, nee, dat weet ik nu ook, ja. Ik heb torches. Ik maak weer een screenshot. Oh. Ik maakte weer een screenshot uit paniek. Goed bezig. Ik was in paniek! Oké. Okay. Beter. Nou, dan gaat de helft van mijn armor alweer. Oké. Dit ver. Oh, ik heb de experience opgepakt. Maakt niet uit. Ik heb de lava geblokkeerd. Nice. Zo. Oh, heb jij een iron pickaxe? Nee. Oké. Okay. Dan ga ik die maken, want anders hebben we volgens mij niks aan de lokjes. Ja, hij ligt boven. Ik heb boven twee. Oké. Ik ga terug. Ik moet dingen. La 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 la. Er is hier helemaal niks, want er zijn overal tortjes. Er is hier helemaal niks. Maar weet je niet zeker dat er monsters zijn? Wat? We weten niet zeker. Ja, zeker. We weten zeker dat er monsters zijn. We kunnen beter wel even die deur sluiten telkens. Ja, oh, je kwam er achter me aan. Ja, maar had je hem zelf opgedaan? Nee, hij was dicht. Oh. Oh. Hoor je dat? Waar komt het van buiten? Daar buiten? Ja, want het is licht, dus hij ging dood. Oh ja. Ik heb hier twee iron pickaxes in ieder geval dus. Oh, cool. Eentje voor mij. En eventjes wat... Iron laat smelten. Heb ik maar 6. Oh, ik heb maar 6 iron gehaald net. Is dat alles? Nee, echt ben ik meer had. Zo. Terug. Oh. Terug naar beneden. Oké. Okay. Hey, oh, sorry. Ik gooide mijn pickaxe en ik pakte hem niet meer op. Oh. Het is echt alsof je een tuinbroek aan hebt. Ik vind het wel fancy. Misschien moeten we weer naar buiten gaan. Of zullen we nog even die iron daar pakken en dan die... Ja, we pakken nog even die iron weg en dan gaan we. Oh shit, mijn geluid doet... Oh nee, wacht, dat is de andere kant. Nee, je kan ook. Ja, gaat goed toch. Mijn geluid doet wat raar. Ik hoop dat hij het nog steeds goed opneemt. Nee, we gaan... Ja, nee, dat is wel verkeerd. We moeten naar mijn kant. Dat is de andere kant. Ja, wacht al. Yes. Dat onmogelijke paadje dat jij hebt gebouwd. Oh, er zit een vleermuisje ergens. Wat een zwarte vlinder! Wauw. Volgens mij moeten we hierheen. Hier. Ja, ik weet dat het hier is, maar ik was meer zo van. Oh, even kijken wat daar is. Heb je een torch geplaatst? Ja, nu wel. Hé, hey, is daar nog een. Oh, dat is. Was hier wel. Oh, daar. Oh ja, shit. Mijn audio is weg. Zometeen moeten we maar heel even stoppen en dan komt dat alweer goed. Zo, er is hier vet veel. Ik weet niet hoeveel naar beneden is gevallen, maar ik denk wel wat. Oh, dan blijf ik hier even staan. Wat veel kool! Wat veel kool! Echt heel veel. Nou zeg. We moeten ook even besluiten waar we de aflevering eindigen. Ik denk dat we misschien al wel voorbij. Wat is nee, normaal? 20 we zijn nog geen half uur aan het spelen, toch?
Nou... Ik denk, misschien moeten we nu even een aflevering eindigen. En dan kijken we wat er verder gebeurt. 25 minuten. Wat zeg je? 25 minuten zijn we nu bezig. Ja, 25? Nou, nah, is perfect. Oké, dan hopen we jullie de volgende keer weer te zien. En dan ga ik heel even zo te resetten zodat mijn geluid weer beter is. En ik weet niet of het, misschien neemt hij het wel gewoon goed op, maar ik hoor het in ieder geval niet meer. Ja, en anders dan doen we het over mijn beeldscherm, want ik hoor het wel dus. Ja, precies. Nee, maar hij heeft het daarvoor ook gewoon wel gedaan. Zeg maar hij valt zo nu en dan uit ofzo. Ja. Iets dergelijks. Alright. Hey, tot de volgende keer iedereen! Tot de volgende keer! Doei! Bye.